79. Wie nou? Het venijn zit in de eenvoud. En dat is ook hier het geval. De foto van slaat op wel doordachte wijze een perfecte brug tussen heden en verleden zonder kunstgrepen. Het thema, verloren plekken uit vervlogen tijden, wordt op een verbluffend eenvoudige manier ingevuld. Hij doet het op een zodanig voor de hand liggende wijze dat de jury zich eigenlijk verbaasde over het feit dat niemand anders op dit idee kwam. De jury heeft in ieder geval nog niet zoveel Nijmeegse bruggen, oude en nieuwe, samen in beeld gezien. En degene die deze foto heeft gemaakt is Gerard Derks. Ja, Alex. Dankjewel. Ja. Ik heb voor jou een hele mooie prijs. En dat is bij Ron Moes, de fotograaf. Daar krijg je voor drie personen aangeboden een speciale fotoafdruk. Nee. Een fotosessie. Een fotosessie, ja. Een voor drie personen. Drie personen. Drie kinderen. Nou. Voor de kleinkinderen. Fantastisch. Kun je even dichterbij komen? Want bent u iemand die al lang fotografeert? Ja, heel lang. Al heel lang? Ja. Vanaf mijn eerste kind, dan wil je dat vastleggen, koop ik camera. Okay. Je brengt rolletjes naar de fotograaf en dan heb je zo'n heel abstract dit foto. Ja. Moet je allemaal vertalen, kost dan een doeltje doen. Ja, ja. Ik ga het zelf doen. Maar u heeft ook een doka? Toen. Toen? Ja.